Hey Kevin. Hey. Kevin. Hey, hoe vond je het gaan? Ja, ik vond het een mooie pot, fysieke pot en nou, het ging goed. Een paar foutjes gemaakt op de try-line tweede helft, waardoor we niet op scoren kwamen. En dat nou, een leermoment voor ons. Maar ik denk dat het gelijk opging. Ja, dat dacht ik ook. Hoe gingen jullie de wedstrijd in? Nou, het was, we hebben 4 wedstrijden gehad en we wisten Diok, die heeft natuurlijk de Benecup gespeeld en de finale gespeeld. Dus we wisten dit wordt een zware pot. En nou, we zijn er volle bak ingegaan en wisten dit, hier moeten we ons beste niveau brengen. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Ja, wat vonden jullie van Diok? Diok, ja, speelde goed, fysiek en een paar slimme acties waar jullie scoorden. Hebben jullie nog een man of the match van jullie team gekozen? Ik zeg Dirk Wieringa, de jongen die geel kreeg, onze nummer 6. Volgens mij heeft hij geen klap gegeven en zullen we terugkijken op de livestream. Maar hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld, goede tackles en trots op hem. Nog iets wat jullie willen meegeven aan de kijkers? Nee, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel.